Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe aflevering van The Beginning. En in deze aflevering hebben we het over de nieuwe best bekeken video van Harme Frodo. Namelijk DAD Copycat, de diss track over Team Potgrond. En nu is het duidelijk dat je wel iets kan, al was je kanaal nooit zo goed zonder Stefan. Ben jij een fanboy van Stefan ofzo? Want dit klopt niet helemaal, maar Stefan is wel een goede toevoeging, dat zeker. Van alle eerdere video's die op nummer 1 hebben gestaan van de best bekeken video van Harme Frodo, hebben we altijd een tweede deel daarvan gemaakt. Een video die daar weer over ging. En deze video gaat eigenlijk over DAD Copycat, waarin ik eigenlijk een beetje ga reageren op mijn eigen diss track en mijn eigen lines die ik erin gebruik. En jullie er wat over vertel. En dat is eigenlijk een beetje het idee van deze hele video. Jullie dachten er goed af te komen met een GameStop diss track. En nu gaan we dus in deze video elke line stuk voor stuk behandelen. En ga ik er wat over zeggen. Een beetje omdat die video heeft misschien op dit moment al wel 2000 views gehaald. Want die gaat echt hard de afgelopen tijd. En dat is nu de best bekeken video. Dus daarom verdient die wel wat aandacht. Het is grappig om te zien dat je op DAD wilt lijken. Oké, de eerste zin. Het is grappig om te zien dat je op DAD wilt lijken. Hoe die precies komt is een grappig verhaal. Ik hoor vaak in zulke rapteksten allemaal dat ze zeggen: het is grappig om te zien dat jij op mij wilt lijken. Maar als ik dat zing in een diss track naar Potgrond is dat natuurlijk heel raar. Want zij hebben waarschijnlijk nog nooit van mij gehoord voordat je zo'n diss track afspeelt. En dan kennen ze mij helemaal niet, dus kunnen ze helemaal niet op mij willen lijken. Dus dacht ik, ja, wat komt een beetje in de buurt? Toen dacht ik, nou, Dagelijks AD was vroeger echt zo'n gamekanaal met 4 personen. Beetje dezelfde samenstelling. Dat lijkt me wel een beetje hetzelfde. Dagelijks Games en een team. Allebei met 4, dat is vergelijken. En dan maak ik eigenlijk nog even mijn hele punt duidelijk met Dagelijks Games. Want AD, Dagelijks AD doet toen allebei een team. En met 4 van, zie je, jullie lijken echt op elkaar. De slimme, de domme, de vader, het kind, ze horen erbij. Nou, echt iedereen die die video's van hun wel eens kijkt, zou precies kunnen begrijpen dat Kenny de slimme is, Stefan de vader, Dylan de domme en Gino het kind. Dat is vrij logisch, omdat iedereen die samenstelling wel een beetje merkt. Maar juist daarom is het ook zo'n leuk team. Van deze content word ik echt niet blij. Ja, dat is gewoon diss track, ja. Wat moet je ervan maken? Je kan ook een fanlied schrijven, maar ja, dan... Ik vind diss tracks leuker en dan, ja, soms moet er gewoon zo'n line ook tussendoor. Dylan agressief, Gino depressief. Ook echt gewoon die topcomment onder die video is... Ja, volgens mij begrijpt echt niemand waarom Gino depressief is. Nou, ja, ik ook niet. Ja, ja, het klonk gewoon goed, ja. Kijkers verdienen hun geld en je livestream is te dief. Dit was echt een line die zo simpel was en iedereen in de comments begreep. Behalve Team Potgrond zelf, want daarmee zeg je natuurlijk... Je hebt een livestream, kijkers verdienen geld. En de livestream, daar wil je doneren. Een beetje dat hele thema van die donatiediscussie, wat toen echt het meest hot was. Vrij logisch allemaal. Gino, ben je serieus 17 jaar? Nee, op de dag dat, dat ik dit opneem, is hij 18 geworden. Dus dat is wel grappig. Gefeliciteerd trouwens. Is het leven je dan niet iets te zwaar? Wedden van wel, sowieso veel te zwaar. Grappig, je bent 18 en je bent een bedrijf aan het runnen met meer dan 23.000 abonnees en dingen die daarmee te kijken vallen. Ja, het lijkt mij best wel ingewikkeld als je 18 bent en je hebt zo'n bedrijf. Het broertje van Stefan, dat zie je echt niet. Nou, grappig dat echt een beetje voordat ik die opmerking maakte in mijn diss track wist echt 10% van de kijkers het. En nu weet echt vrijwel iedereen het. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Potgrond wordt nu bekeken, maar straks ben je failliet. Dat is een beetje dat thema wat heel vaak behandeld wordt met YouTubers. En dan gaat het erover van, wat doen ze na YouTube? En niemand weet het eigenlijk altijd van, wat als je over een paar jaar failliet bent, je kijkers kijken je video's niet meer. En dan, ja, wat wil je dan precies gaan doen? Je eigen bedrijf, vind je dat niet wat zwaar? Qua het idee dat je zelfs stopt met school voor YouTube zijn wel zulke... dingen die ik 3 keer zou doordenken, al begrijp ik het wel heel goed dat mensen dat doen. Je moet nog naar school, is dat dan niet naar? Tja, ik vraag me dus af, dat heb ik ook al in de docu gezegd in een eerdere video's. Ja, wat verdien je er precies mee? Niemand weet het. Maar ja, ze kunnen er blijkbaar van leven en rondkomen en zo.
Eén van de vier, wat heb je verdiend? Social Blade zegt, 1000 of 10. Ik wed sowieso dat zij met alles met YouTube, mijn donaties en zo meegerekend, hebben ze sowieso meer verdiend dan 1000 of 10. Heb je views nodig? Neem dan op met David erbij. Kijk, dit is wel zo'n line waarmee je een beetje dat soort mensen aan het testen bent. Maar het is letterlijk zo dat hij precies het antwoord geeft wat ik verwacht had in de reactievideo. Omdat hij in de reactievideo's dan zegt, ja, blijkbaar vinden mensen die combinatie gewoon heel leuk. Ja, ik ga er verder ook geen woorden aan vuil maken. Is je vriendin serieus 2 jaar jonger dan jij? Nu 3 jaar, want hij is nu 18. Dus nu is zijn vriendin 3 jaar jonger. Dylan, je werd een lid van Potgrond, die kans was niet heel. Beroemd zijn helpt niet tegen het zijn van een fossiel. Dat heb ik niet gezegd. Ik ben onschuldig. R3L, wat is dat voor naam? Na de reactievideo wist nog steeds niemand wat voor naam dat was. Maar ja, dat zal wel aan mij liggen. Is lid zijn van Potgrond dan zo aangenaam? Dat is wel een vraag die ik me afstel. Of zo'n lid van zo'n YouTube-kanaal nou alleen maar leuk is. Of dat je uiteindelijk elkaar meer als zakelijke partners beschouwt dan als gewoon normaal vrienden en zo. Dat een beetje iets wat als een grap begonnen is, uiteindelijk je werk wordt. Staat die 3 nou voor je leeftijd? Sowieso wel. Duidelijk. Meteen. Confirmed. Of de hoeveelheid in jaren verspeelde tijd? Is een beetje hetzelfde. Leeftijd en jaren verspeelde tijd. Als je zo oud bent, hoe oud zou jullie zijn? 12? Kingdom, Mindtopia en Planetcraft. Ja, dat weten we nu wel. Grappig dat na deze tip van mij hebben ze wel echt heel veel extra series opgepakt. Ik zeg niet dat het door mij komt, maar stiekem je weet de link te leggen. Toch knap dat jij kan leven van hier en daar een spel. En dat is weer een beetje dat hele verdiending waar eigenlijk de hele diss-track over gaat. Met hoeveel heb je verdiend? Waar verdien je je geld mee? Omdat dat echt een vraag is die voor YouTubers altijd blijkbaar zo speciaal staat en zo. Je headset kapot, is dat je reactie? Dat was wel echt de beste video op gewoon heel Potgrond. Wat ging over die headset die kapot ging. Het minste Instagram van volgers van alle 3. Ja, dat is gewoon... Het leuke is aan een diss-track dat je altijd er feiten in stopt. En dingen die sowieso 100% niet waar zijn. Dat je vooral grapjes er tussendoor gooit en soms een paar goede feiten. En dit het minste Instagram volgers van alle 3. Ja, dat is gewoon waar. Kenny, het minst bekende lid van het team. Is ook gewoon waar. Ja, daar kan je ook niks aan veranderen. Is dat soms ook de reden dat je niet streamt? Nee, hij is er gewoon niet goed in. Hij laat het over aan mensen die er wel goed in zijn. Geen face reveal, is dat een keuze? Ik vraag me af hoe dat op meetings gaat dat hij ook komt. Dat het blijkbaar opeens zo is dat iedereen dan opeens wel weet hoe hij eruit ziet of zo. Het is toch raar dat je op de foto gaat met iemand van YouTube en niemand diegene dan kent van YouTube, snap je? Geen Instagram volgers, ik ben serieus. Dus precies hetzelfde met die Instagram volgers. Je hebt altijd een paar thema's in elke diss-track. Zodat niet elke diss-track precies hetzelfde gaat en over hetzelfde gaat. En Instagram volgers en geld verdienen was een beetje de thema's die hierover gingen. Altijd de slimme, maar hoort er niet bij. Ja, dat valt me gewoon op in de video's. Dat die vaak meer een bijrol heeft dan echt een hoofdrol in video's en zo. Dan krijg je betaald en ben je weer blij. En dat was meteen dat geld verdienen betaald thema weer. Zo merk je een beetje hoe zo'n diss-track ongeveer is opgebouwd. Is wel grappig. Afgelopen maand al 3 keer vermoord. En dan, dat is weer zo'n feitje wat een beetje over die opnames gaat. En dat is dan vrij logisch dat je zoiets dan ook in zo'n diss-track stopt. Dat je echt begrijpt van, het heeft te maken met feiten en een beetje grapjes en zo. Is dat omdat je niet bij je team hoort? Kijk, precies. Dat is weer zo'n thema. Kenny hoort niet bij je team. Instagram volgers, geld verdienen. Allemaal verschillende thema's in de video. Ik heb het gezien met mijn zelfziende ogen. Ja. Dat is echt de enige line die echt volgend naar de volgende line gaat of zo. Omdat je met deze line heb je nog geen idee wat heeft hij gezien. Dus dat is wel grappig, ja. Hij gaat omlaag en voelt ons omhoog. Op die line was ik gewoon echt super trots. Super, super, super trots. Ben bijna klaar, maar toch hypocriet. Oké, misschien jongens was dat inderdaad een beetje gejat. Maar ja, iedereen heeft wel eens een zin of zo die overneemt. Alleen dat meteen de hele comments daarmee voorstaan had ik niet verwacht. En ik kan voortaan dan ook nog in de bovenlijn zetten van line van die. Om dan nog die credits te geven. Maar ik denk altijd van waarom zou het nodig zijn dat ik dan bij zo'n video nog erbij zet. Line van die. Ja, joh, wat boeit het? Wat boeit het als je 1 keer een line overneemt van een ander? Precies, niks. Iemand vergeten, maar die wist ik niet. Was ook niet gestolen, totaal niet. Iemand die is niet zo slecht in het YouTube-spel. Nee, dat is ook zo'n ding, ja.
het YouTube-spel, de YouTube-game, zoals je dat dan zegt. Een beetje net als de Instagram-game, de YouTube-game. Hoe het precies werkt, hoe je het doet. Ja, ik vind het knap hoe ze het doen, sowieso. Stefan van Boy, daar ben ik toch wel. Sowieso. Alleen, als ik eerlijk één ding mag zeggen wat ik wel jammer vind, was dat mijn nieuwe district, de eindfinale, die momenteel bijna op 100 views staat, heb ik doorgestuurd naar Kevin. Alleen Kevin was op vakantie, dus ik weet niet of hij hier nog wat mee gaat doen. Maar ik had het ook doorgestuurd naar Dylan van Potgrond, omdat die er eerder ook op gereageerd had via Instagram. Ik heb met hem contact gehad via Instagram. En naar Stefan, en beide hebben ze er gewoon niks mee gedaan. Heel sad. Maar met dit team, dat is er wel een fout. Ja, een team lijkt me bij een YouTube-kanaal altijd het moeilijkst. Je hebt nu ook Team en GameStop, maar dan nog steeds is Marlikar een beetje zo'n hoofd van een team. Als ik ooit een team zou hebben, zou ik wel eigenlijk willen dat iedereen een beetje gelijk is. En echt regels maken van jij upload die dag en die dag doen we het samen. En zo'n idee een beetje, snap je? Stefan, wanneer begin je een solo-kanaal? Gino had wel een solo-kanaal begonnen. Ging ook echt heel goed. 1000 abonnees binnen een paar dagen, 2 video's en toen weer nooit iets meer gehoord. Haha. Views gaan dan up. Dan krijg je wel subs. Views gaan dan op, dan krijg je wel subs. De Florislaapvaart wordt heet onder je... Stop met Pontgrond en doe een GameStop de groeten. Stop met Pontgrond en doe een GameStop de groeten. Oké, grappig. Dit was de beginning. En je merkt dat het echt heel snel geëdit is. Want ik zit nu 3 kwartier op te nemen, dus dat is iets anders dan... Wat ik heb echt alleen proberen de leukste deeltjes eruit te knippen. Want nu komt een beetje het stuk wat niemand verwacht had. Want ik heb dit ook niet in de titel gezet. Volgende week, precies dezelfde dag, om 4 uur komt DAD Copycat 2.0 online. Omdat dit de best bekeken video is, doe ik een soort akoestiek versie op andere beat. En dan net iets anders, extra vers. Maar omdat jullie allemaal deze video gewoon compleet hebben afgekeken, krijgen jullie hem nu alvast te horen. Maar mondje dicht, hè. Tegen niemand anders zeggen. Jullie krijgen hem nu alvast te horen. En de rest van de kijkers, die krijgt hem volgende week dan te horen. Het is grappig om te zien dat jij op DAD wilt lijken. Dagelijks games en een team, allebei met 4 dat is vergelijken. De slimme, de domme, de vader, het kind, ze horen erbij. Van deze content word ik echt niet blij. Dylan agressief, Gino depressief. Kijkers verdienen hun geld en je livestream is de dief. Gino, ben je serieus 17 jaar? Is het leven je dan niet iets te zwaar? Het broertje van Stefan, dat zie je echt niet. Potgrond wordt nu bekeken, maar straks ben je failliet. Je eigen bedrijf, vind je dat dan niet zwaar? Je moet nog naar school. Is dat dan niet naar? 1 van de 4, wat heb je verdiend? Social Blade zegt, 1000 of 10. Heb je huis nodig, neem dan op met David erbij. Is je vriendin serieus 2 jaar jonger dan jij? Dylan, je werd een lid van Potron, die kans was niet heel. Beroemd zijn helpt niet tegen het zijn van een fossiel. R3L, wat is dat voor naam? Is lid zijn van Potron dan zo aangenaam? Staat die 3 dan voor je leeftijd? Of de hoeveelheid in jaren verspeelde tijd? Kingdom Hearts, Topia en Planetcraft, ja dat weten we nu wel. Toch knap dat jij kan leven van hier en daar een spel. Je headset kapot, is dat je reactie het minste Instagram vervolgers van alle 3. Kenny het minst bekende lid van het team, is dat soms ook de reden dat je niet streamt? Geen face review, is dat een keuze? Ik geen Instagram volgers, ik ben serieus. Altijd de slimme, hij hoort er niet bij. Maar dan krijg je betaald en ben je weer blij. Afgelopen maand al 3 keer vermoord, is dat omdat je niet bij het team hoort? Ik heb het gezien met mijn helst in de ogen, jij gaat omlaag en tot van omhoog.
ben bijna klaar, maar toch hypocriet. Ik ben iemand vergeten, maar die dis ik niet. Iemand die is niet zo slecht in het YouTube-spel. Een Stefan fanboy, dat blijf ik toch wel. Maar met dit team, dat is wel een faal. Stefan, wanneer begin je een solo-kanaal? Views gaan dan up, dan krijg je wel subs. De Floris Lavaat wordt heet onder je voeten. Stop met rond en doen games op de groeten. Dino, even over je solo kanaal. Heb je het niet door? Dat is een faal. Kenny, weet jij waar ik dan van baal? Op botgrond man, sta jij niet centraal? Is het echt zo dat dit mensen boeit? Maar dan weet ik nog steeds niet waarom jij je met EGS bemoeit. Zelfs een YouTube channel, dat gaat niet ongemoeid. Misschien dat botgrond nu wel groeit, maar straks gaat het achteruit. Misschien dat je dan op deze district stuit. Dylan, dan sloop je geen headset, maar misschien mijn hele ruit. Ik zie jullie nog wel ooit, dus nu roep ik luid. Ik ben fan en wens jullie het beste, jullie zijn echt legendes. En een dikke shout-out naar Gamer Girl EGS.